Maar ik merk ook, ik was nu wat meer aan het op social media aan het uh, posten. En uh, een neef die ik al twintig jaar of dertig jaar niet gezien heb. Uh, die en nog wat vinnig reageren op zo'n berichtje van: hey, alles is alleen maar ontstaan om te vergaan. Ja, uh, en, wat, en wat, dan, uh, wat is het leven dan nog waard? Of zo, die, ja, ja, dus ja. Je, ja, klopt. Die vraag had ik ook bij mezelf. Ja. Als alles is ontstaan om te vergaan, wat doet het er dan nog toe? Nou ja, in, in feite doet het er niet toe. Daar, ja. in, in echte spirituele zin: there is no purpose. Er is niemand die met jou met een boekje loopt. Het is de purpose van Bas of van mij. Het well, is purposeless. We are specs in the universe. It's nothing. Dus er zijn niets. En tegelijkertijd is het. Uh, goed om zingeving te geven. Ik heb er wel een beeld bij. Um, en we hadden het in het begin al even over. Heel veel mensen leven het leven van een ander. Dan leef je dus eigenlijk de zin van een ander. En jij vindt dat je moet voldoen aan verwachtingen die anderen gegeven ja, hebben. Ja, je bent onderdeel van een droom van een ander. Dat Juist. is vaak de, dus je de je hun, Je probeert hun gelukkig ja. te maken. Je probeert hun beeld gelukkig te maken. Hun hechting. Dus dat is een volledig mislukt pad, is dat. Want dat lukt nooit. Want je voldoet nooit aan die eisen. En vervolgens ben je je eigen en je eigen... Uh, wil, ben je niet aan het manifesteren. En ik denk dat voor ieder mens belangrijk is dat ze vinden waar hun wil ligt. en In, in, in uh, yoga heet dat Antakarana. Dat je vindt waar jij zelf passie, waar je, waar je energie van krijgt, waar je passie in hebt. En natuurlijk, heel veel boekjes gaan er op dit moment over. Tony Robbins heeft het daarover. Um, uh, Albert zonneveld ja, heeft het ontdek erover. Ontdek je passie. Ontdek je passie. <laughs> Dat gaat allemaal over. Kom je dus uit die pain body van voor de ander leven? Kom je naar jezelf? Van ik ga mijn eigen leven leven. Dat kon ik al gelukkig op jonge leeftijd doen. Maar dan ga je dus je passie leven. En dat is wat ondernemers voor mij ook symboliseren. Ze zijn met hun passie bezig. Mm. En wat je, maar dat is nog steeds een heleboel hechting. Er zit een heleboel ellende in. Want het, luk, misluk, het moet mislukken. Want het is alleen maar ontstaan om te vergaan. Maar het is heel wat anders dan voor de ander leven. Je leeft voor jezelf. Je komt in je eigen kracht. En het mooie van je eigen kracht leven. Het voelt als gratis energie. Het is een vorm van flow. Het is nog steeds een gehechte flow. Hmm. Dus je staat niet op de, de slopes van een, van een berg te skiën. Dat is onthecht. Je bent gehecht. Maar je, bent jezelf wel aan het, je leert jezelf kennen. Dit is know-thyself. Dit is jezelf leren kennen in je eigen systeem, in je eigen lichaam. Ik ontdek wie ik ben. Adolo gezonde adolescentie. Ik ga op mijn eigen benen staan. Ik word krachtig. Ik krijg gratis energie. En dat is fantastisch. Dat gun ik iedereen. En daar, hè, Albert Zonneveld heeft het daar ook over. Helemaal goed. Maar ik denk dat daar een stap daarna komt. En dan noem ik dan: ga je weer op in het geheel. Mm -hmm. Dus als je uiteindelijk begrijpt dat dat, begrijpt dat dat zo is en dat het alleen maar kan mislukken. Heel positief, weet je. kunt heel veel geld uithalen. En je kunt heel succesvol zijn de ondernemen. Maar dan merk je dat je je privéleven uh, overboord hebt gegooid. Uh, dat is altijd ellende. Ik bedoel, mm -hmm. hè, we, ik coach ook uh, ondernemers. Er zijn best zware, uh, hele moeilijke gevallen. Ja. Uh, er gebeuren hele moeilijke dingen. De uitkomst uiteindelijk is dat je ook je, leert je, je, je eigen wil. Te ontdekken dat die useless is, dat die purposeless is, dus geen uh, doel heeft. En dat je die uiteindelijk dus ook los kunt laten. Je raakt minder gehecht aan de uitkomst. En dan ga je dus weer op in het geheel. Dan word je. Je bent eigenlijk de, de druppel in de oceaan. die doorheeft dat die zonder oceaan niet kan bestaan. En dan word je. Dat dus je gaat dus weer op in het geheel. En dan word je dus, waar ik het in het begin ook al over had. Je houdt op met te polariseren als ondernemer. Als je eigen wil ben je aan het afzetten tegen de rest. Ik ga laten zien dat ik dat bedrijf kan neerzetten. Ik ga laten zien wie ik ben. Ik ga het boek schrijven die zegt dat de wereld anders in elkaar zit. Maar je bent in feite aan het polariseren. Je bent je eigen wil aan het grootmaken. Je bent de eigen krachten aan het worden ten opzichte van andere krachten. En in feite leidt het altijd tot conflict. En wat mij betreft is dan de volgende stap. En dat is waar Eli Goldratt in de Theory of Constraints ook over had: samenkomen, harmonie zoeken synthese vinden en met ze samen en dat is maar één oplossing uiteindelijk. Dat is niet ik geef jou een beetje en je geeft mij een beetje, dat is polariserend. Mm. Uiteindelijk is het mijn één oplossing. We gaan samen op in de, in, in, in de grote golf. Mm. We worden samen weer wij, je, en dan word je dus een dienaar van de wereld. Je gaat andere mensen helpen om datzelfde te ontdekken. Uh, dat kan zijn door ze in een ondernemerschap te helpen, wat ik heel fijn vind om te doen. En tegelijkertijd laat je af en toe doorklinken, ja, bedenk wel dat doel wat je hebt met je bedrijf dat is niet het einddoel. Dat is wat anders. Ja.